we hebben er weer een moslim bij. Wanneer word jij moslim? Niet. Nee, helemaal niet. Nee, maar ik geloof ook niet in een andere god. Dus ik ben eigenlijk... Dat zei Joram van Klaveren ook, toch? Heeft u zijn telefoonnummer? Heeft u hem al gebeld? Want Denk is aan het groeien, hè? Staat op 7 zetels nu. Nee, ik heb zijn telefoonnummer niet. Maar wie weet. Wie weet. Wellicht worden die contacten nog gelegd. Maar hij heeft U vindt het wel interessant? Even serieus. Hij heeft tijdens het interview wel aangegeven dat hij van religie is veranderd. Hè? En dat hij niet qua politieke opvatting is veranderd. En dat hij nu moslim is geworden, geeft bij mij in ieder geval het gevoel dat er veel dingen te veranderen zijn. Ook ideeën en opzichten. En wellicht dat we in de toekomst een kopje koffie met elkaar gaan drinken. Zo gaat dat, hè? Gewoon daarna brainwashen en dan heeft u hem helemaal ingekapseld. Precies, en hij heeft ook nog de politieke ervaring. Dus, ik vind het interessant, serieus. Ik ben bereid om met iedereen het gesprek aan te gaan. Ook met Joram van Klaveren, absoluut. Nog een felicitatie aan Geert dan nu? Ik heb een poll uitgezet op Twitter. Ik weet niet of je hem al... Ja, heb ik gezien, ja. Zal ik hem even laten zien? Dat is... Welke PVV'er is de volgende die moslim gaat worden? En wie is het? En inmiddels hebben 5.511 mensen gestemd. Nou, Geert staat met kop en schouders bovenaan, 45%. Nou, mensen kunnen nog 6 dagen stemmen. Dus eigenlijk kunnen we hier lezen, de achterban van Denk wil graag dat Geert Wilders moslim wordt. Ik zag dat Wierd Duk het had geretweet, dus ik zou niet zuiver redeneren dat het alleen maar mensen zijn die op Denk stemmen. Maar de winnaar, die ga ik een Koran cadeau doen. En dat is Geert? We zijn nog niet klaar. Mensen kunnen nog 6 dagen stemmen. De winnaar krijgt een Koran.